Mijn naam is Steven Schamluis. Er is vandaag een meth lab opgerold in de tas van de eerste klasse. Het maken van drugs is zeer populair onder de konijnen van de heuvels van de Teletubbies. Vele ouders zijn bang dat deze konijnen de aanleiding zijn van het grote drugsgebruik en productie onder de brugpiepers. Eerder deze week is er een opiumoogst van 5 miljoen kilo gevonden in het kluisje van meneer Wezemer. De straatprijs van deze lading wordt geschat op 2 dropveters. Deze hele situatie lijkt een virus te zijn die zich nu ook verspreidt onder volwassenen. Om de kern van het probleem aan te pakken wordt Teletubbieland gebombardeerd met atoombommen. Goedemiddag.